Dat zou toch mooi zijn. Neem ik je mee voor de laatste keer vanochtend naar de gang waar Pam Feather de hele ochtend al staat. Ze heeft tot nu toe 2 liedjes van zichzelf gedaan. De single en de andere single van dit jaar. Maar nu, Pam, is het aan jou om iets van iemand anders te doen uit de zwarte lijst. Wat is het geworden nog een keer? A Waylon met Happy Song. Dus ik pak ik hem er even bij. Luister. Nummer 543. Ja, die. Meer kan ik ook niet laten horen. De rest is aan jou. Ik ben benieuwd wat jij ervan gaat maken. Live bij ons en te volgen via radio6.nl. Dan kun je er ook zien. En dat is wel zo leuk. Hier is voor de laatste keer Pam Feather. Dat is wel heel mooi. Pam Feather en haar versie van Happy Song van Waylon. Pam, dank je wel. Tof dat je er was vanmorgen. Ja, superleuk. Gezellig. Ja, vond ik ook. Ik noem nog even waar mensen je kunnen zien. Dat is komende vrijdag in Rotterdam in Bar Lungo, zondag. Ja, dat is de pre-party van Fat Lady. Een hip-hop soulfeest. Oh, tof. Pleasure in the City Festival ook in Rotterdam. Yes, hier staan zondag. Ja. En verder natuurlijk gewoon de website in de gaten houden. www.pamfeather.com. Dat is misschien wel de allerbeste tip. Zeker. Pam, dankjewel. Leuk dat je er was. Tot ziens. Hoi. Music Update. Gaan wij door met de Music Update. Blijf.